Bij Sint-Truiden in de spits geen Wuits of Kalisjak, beide gekwetst. Bij de bezoekers ontbreekt Sandy Martens en krijgt Zoran Savic in doel de voorkeur op Patrick de Man. 10 minuten ver, eerste kans voor STVV. Goede diepe bal van Rasmussen. Philippe Langlois in duel met Axel Smeets. Het publiek schreeuwt om een strafschop. Scheidsrechter Alaerts laat verder spelen. De fout van de jarige Smeets was nogthans duidelijk. 5 minuten later, zelfde kant. Voorzet Rasmussen. Savic lost de bal, maar er is niemand in de buurt om ervan te profiteren. Veel harde duels op het middenveld, maar weinig echt uitgespeelde kansen. De betere zijn voor Sint-Truiden. De bal wordt tot 2 keer toe weggewerkt. Het schot is van Koenen, het belandt in de handen van Savic. 2 minuten later, vrije trap van Petersen komt bij Philippe Langlois. Het schot wijkt af. Voets krijgt de bal niet onder controle. Rasmussen wel. Van Gronsveld redt uiteindelijk vanop de doellijn. Voor de pauze toch ook nog Gent. Zij het met de medewerking van de Truierse verdediging. Uittrap van Savic op het hoofd van Du Colombier. Steven Nijs vergist zich, de bal botst tegen Barca en gaat langs de verkeerde kant van de paal. 0-0 blijft het bij de rust. Tweede helft begint met een goede Gentse combinatie. Barca via de Meijer tot bij Spari. Hier zat ongetwijfeld meer in. Terug naar de overzijde dan. Van Gronsveld in de voeten van Rasmussen. Het schot is hard en goed, de redding van de Gentse doelman ook. We zijn ondertussen bijna een kwartier ver en de druk van de thuisploeg neemt toe. Aanvoerder Erwin Koenen zet een 1-2 op met de Deen Rasmussen. Savic komt gepast uit, maar krijgt de bal niet onder controle. En Koenen knalt de 1-0 op het bord. Niet echt de eerste blunder van de Servische doelman in deze wedstrijd. De rekening is gepeperd. De druk van Sint-Truiden blijft, maar Gent geeft zich niet gewonnen. Voorzet van Gronsveld. Velkeneers en Sbari gaan beide onder de bal door. En Vazov zorgt voor 1-1. Thomas Vazov, ook een Servier, kwam in de tweede helft in plaats van Verhoenen. Er blijft nog een kwartier te gaan. Sint-Truiden krijgt het nu moeilijk. Dragutinovic met het schot. En via Peter Voets verdwijnt de bal opnieuw in doel 1-2. Ronald Velkeneers heeft geen verhaal tegen de afgeweken bal. Sint-Truiden heeft nog 10 minuten om de zaak recht te zetten. Savic lost nog maar eens de bal. Petersen met het schot. Op de doellijn staat deze keer Ramčić. Meteen ook de laatste goede mogelijkheid voor de thuisploeg. Alle grote ploegen komen verliezen opstaan, maar Gent wint hier met 1-2.